Yo kijkers van Online Kims en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van City Skylines. Goed jongens, welkom terug, gloednieuwe aflevering. Wat gaan we vandaag doen? We gaan natuurlijk wel lekker verder waar we zijn gebleven. Jawel, het komt wel helemaal goed. Ja. Goed, nou. Zoals jullie natuurlijk weten, waren wij natuurlijk hier mee bezig met de stad. We hebben meer dan 500.000, dat is ziek veel. Hier zo zijn ze nog steeds niet bezig met de huizen, maar ik heb wel aangegeven dat ze moeten neerleggen. Maar ja, als ze niet komen, kan ik er ook niks aan doen. Maar wat we wel alvast gaan doen, is het water aanleggen. Zo. Zit er alvast staat. Goed. Want wat is dit? Deze komen niet. Goed. Dan gaan wij dure. Verder, wat is dit? Daar hebben wij geld voor. Ik denk niet dat ze dat hoe zit dat eruit? Is gewoon zo. Okay. Dat vinden ze allemaal niet zo heel leuk, dat weet ik. Kunt die wel aan die kant neerzetten, die gewoon vooraan. Transporttower. Expose Center. Wat is dit voor iets? Dat is ook een goede stadion. Vinden zij allemaal niet leuk. Misschien is dat ook iets tofs, een voetbal stadion. Maar ik wil hier dat er meer mensen komen. Waarom komen er geen mensen? Want dit staat al een tijdje zo. De mensen honger. Ja, wat ik ook al zei.
Ze komen maar niet. Oké, weet je wat? We gaan dan wel wat bussen inzetten. Hier moet ook een buslijn, maar eigenlijk moet ik al die... buslijnen... Deze bus die gaat wel weg. Of stopt hij daar? Ah nee, hij moet daar stoppen. Oké, en dan rijdt hij weer verder. Juist. Dan draait hij zich gewoon hier. En dan rijdt hij door. Oké. Goed. Ze zijn nog niet hier bezig. Maak het hier weer even helemaal overnieuw. Misschien helpt het misschien ook niet. Oké, dan gaan we nu opnieuw. Hier komen mensen, hier, daar zo, daar, daar. Soms ja, lukt het gewoon niet en dan moeten ze het opnieuw proberen. Goed, we kunnen wel wat bussen hier neerzetten, bussen, want nu lopen ze allemaal hier over deze brug heen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus dat we gewoon één punt kunnen we hier bijvoorbeeld. Anders moet ik er even ervoor zorgen dat wij geen station maken. Gewoon een beginpunt en eindpunt, dat we niet zo'n overstapstation. Dat is denk ik. Dus dat we deze pakken. Dat we die daar zo naartoe brengen.
Nou even een tijdelijke maken. Hier is er één. Deze is even wat tijdelijk, hè? Pakken we die kant uit en dan gaat die zo weer terug. Dat vinden zij heel fijn. En dan dat wij hier zo gewoon even het overstapstationnetje gaan maken. Want hij moet dus dat deze hier zo rechtdoor kunt laten gaan. Goed dan. Hier zo, dat moet hij vanuit klaar zo. Kan gaan. Ja, dat kan natuurlijk wel. Oh, oké, dan kan die terug en dan moet die maar via zo. Moet die terug, kijk. Dan heeft hij deze kant. Oké, maar hier gaat hij wel zo naar links. Zie je dat? En hier heeft hij gewoon de hele baan. Oké. Dan pakken wij nog een nieuwe, hè? Dan sturen we gewoon alles via deze kant, zo. Dan kan die gewoon rechtdoor blijven rijden, dan hoeft hij niet al te vaak te stoppen. En dan completen we die gewoon. Kijk, dan weet je in ieder geval wel dat hij hier moet gaan stoppen en dan moeten we hem eigenlijk. Maar hij kan altijd via zo kan die rijden. Dus hier zo begint hij. Dan moet hij hier doorheen. Dan komt hij hier. En dan rijdt hij dit zo af. Die kant uit, naar rechts. Compleet maken. Een nieuwe ook hier erdoorheen. Ik geef dit aan, dus
Dan stopt hij hier. En dan gaat hij hier doorheen en dan. Ja, en dan moeten we er nog eentje. Juist. En dat wij zoveel mogelijk hier rechtdoor laten rijden, dan hoeven ze niet die brug in één keer bam naar links. Dus. Even kijken of dat wel. Ja, dat die zo pakt. Deze kant. Ja, dan moet hij eigenlijk. Via. Zo. Misschien helpt het juist als ik. Zo. Hier komt er één. Ja, we gaan dit natuurlijk wel een keer nog allemaal annuleren. En dan. Is het dan duidelijk, kunnen ze allemaal gewoon allemaal in één keer zo erdoorheen over deze straat heen. En dadelijk gaan ze ook allemaal door deze. Alleen waar blijven die? Oké, ze staan ook hier vast. Deze gaat mee, die gaat mee. Deze gaat naar rechts. En gaat deze naar links. Het zijn deze allemaal die mee gaan of niet? Ik heb ze allemaal hier neergezet en dan gaan ze allemaal. Oh, nu nog hier. Ik heb ze hier in de buurt. Allemaal neergezet. Dit is dus die brug. En dan heb ik ze allemaal hier neergezet. En volgens mij gaat deze nou allemaal die kant uit. Allemaal. Heb ik deze gedaan? Kijk, maar dan kan de sirenes er wel niet door. Nou ja. Omdat dit bus er niet helemaal vol zit. Kijk, de
rijden al bussen die... Rijden die. Eentje moet naar links. Ik weet niet welke dat is, maar... Dat is deze die naar links moet, of niet? Oh nee. Oké, ik vind het allemaal. Ze staan daar allemaal lekker. Stil. Oké, dat is duidelijk. Maar dan moeten ze hier ook voor mij betreft. Met bouwen, maar dat doen ze niet. Waarom doen jullie dat niet? Oké, goed. Ze staan er allemaal vol met bussen. Ze zitten ook alweer stil. Maar deze zitten allemaal aan één kant, zie je dat? Allemaal goed, dus brand. Nog één. Oké. Nou. Ik vind het allemaal prima zo. Gewoon af van dat hun kan bouwen. Het staat al een tijdje stil, hè? Dit stuk. Hm. En dit, hier staan wel mensen. Dus. Kom door de bussen. Want die bussen die moeten allemaal via rechts op de busbaan staan. Blijkbaar willen ze niet door. Ja, kijk, deze rijdt. Op een gegeven moment houdt het hier natuurlijk op. Dan is het klaar. Veel vuilniswagens hoor. Hier doorheen moeten. Kijk, zijn we
allemaal die kant op, jezus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vuilende zakken en daar rijdt er nog één. Nu gaan er veel op elkaar splitsen. En dit staat ook nog allemaal op een hoopje. Maar het komt allemaal goed. Dit zit ook tot hier helemaal. En volgens mij rijdt deze dadelijk. We gaan eens even kijken of deze makkelijk hier kan. Kijk, er komen nu twee bussen achter elkaar. Oh ja, het is ook nog een hele goede file. Het zien er ook nog allemaal gek door. Kom, kom. Zo, maar deze gaat in één keer plotseling naar links. Omdat die naar links moet gaan. Deze kan hier gewoon erop. Staat deze ook weer stil. Nu rijdt hij en nu kan deze meegaan. Deze kan hier doorheen rijden en dan kan die ook doorheen. Wat is hier? Staan er wel allemaal eventjes. Nou goed, ik hoop dat dit allemaal zo prima is, maar het is natuurlijk eventjes wennen. Ik ga het hier eens belaten, ik hoop dat we dit binnenkort morgen eens eventjes gaan kijken, maar dat komt goed. We hebben 691.000, best wel veel, misschien moeten we iets groots gaan kopen, moeten we nog even kijken. Goed, kijk, ik ga het hier eens belaten. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken, en tot morgen dan weer jongens. Mazzel!